jongens. Jongens. Hallo, pony gekocht. Hallo. Niet op mijn stem. We gaan naar de paardenmarkt in Zuid-Laren. En naar de paardenmarkt. Sander en, wist niet hoe snel ze hierheen moest fietsen met haar fietsje. En, het is 10 voor 11. En we zitten in de car. Dan gaan we kijken of we nog een of andere schaminkel kunnen scoren. Of het toekomstige sport. Giro 555. Carlijn, rentieren van de paardenmarkt. Ja, we gaan het gewoon voor jullie vloggen. En ja. Ik ben er zelf nog nooit geweest in Zuid-Laren. Nee, nog nooit? Nooit op die paardenmarkt. Dat is toch de grootste van Nederland. Ja. Ja, daar vorige keer was je vakantie. Oh ja, en sorry. Toen wouden we gaan. Sorry, mijn nederige excuses. Maar ja, nu was ik vrij en Sander zei, Zuid-Larenmarkt is er, ik wil daar hier. Toen zei ik tegen papa, Zuid-Larenmarkt is er, waarom wil je erheen? En toen zeg ik, wil je erheen? Toen zeg je nee. Nee, maar Sanne wou heel graag mee, dus het komt allemaal door mij. En Sanne die zei ik wil. Dus... Jij bent de schuldige. Ik heb wallen. Het is ferry druk, dus we gaan parkeren. Oei, oei, oei. Nou, fijn. Als we een paard gaan scoren, moeten we helemaal hier naartoe lopen. Moeten we hier parkeren? Hallo. Jongens. Wat lopen jullie snel? Kunnen jullie die bijhouden? Wij hebben ergens de vrachtwagen neergezet, alles is vol. Dus we moeten weer 10 minuten gaan lopen. En vorige keer zijn we ook een keer gedwaald. Dus ik denk dat het nu weer gaat gebeuren. Ik hou daar gewoon niet van. We gaan door het bos. En we gaan door het bos. En het is herfstig. En daar zijn enge mannen. Er zijn enge mensen in het bos. Zal ik het helemaal. Sanne die vertoont steeds meer vluggedrag. Waar zijn de paardjes? En ze wil de paarden zien. En papa die zit daar op zijn telefoon. Oh Sanne, doe het. Lijkt wel horse event. Zo groot dat we niet weten. Paardenpaar die zijn. Ja, want het is hier groot en we lopen nu al 10 minuten en we weten niet waar het is, want we konden verschillende richtingen al. Sanne moest het van mij van een politieagent vragen, maar we wilden het alle twee niet. En dus ik heb het even aan een politieagent gevraagd. We zijn er langs heen gelopen, want we wisten niet zeker of we moesten rechtdoor moesten of terug. En die mensen zijn ons heel raar. Maar dat maakt niks uit. Dus we wisten niet welke kant op moeten, maar nu lopen we de goede kant op. Sanne, ja. Wat ga je zo doen? Ik ga paard uitkiezen voor. Een grapje. Jezelf natuurlijk. Dan gaan we naar vloggen. Maar heeft Sanne een paard? En dan zeggen we nee. Wat vind jij ervan? Ja, moet ze zelf weer. Het is haar feest. Ja. Een kinderfeestje. Nog van vorig jaar. Maar een beetje laat. Kielig zijn. Kom. Die wil ik. Nee, grapje. Oh. Ik zeg het toch, Sanne. Kijk die baby's. Houden jou in de gaten. Misschien mag jij wel met ons mee straks. Maar kijk hoe zielig die maar is. Als je die meeneemt, moet je die ook meenemen. Ze maar kijk, die hangt zich helemaal toch samen. Wat zielig. Maar die is heel zielig. Ja. Die is het zieligst. Maar kijk deze aan, Sanne. Ik speel gewoon met Gertjan in dat ding. Kijk dat neusje. Dan kan ik zo maar even mee. Oh nee, we zouden. Het is heel zacht. Kijk die bordje.
rijden dus hele lange hoefjes. Er wordt vervoer gezocht voor één kleine pony naar Purmerend. Er wordt vervoer gezocht voor één kleine pony naar Purmerend. Bij interesse kunt u zich melden op het blauwe marktkantoor op de paardenmarkt. Ja, ze zijn bij die volgende. Ja, wel die wc's. Voor de mensen die denken dat gecontroleerd wat op de paardenmarkt, dat was het niet. Ze zijn aardig veel onbevoed. En Sanne die kan haar ogen niet afhouden van allemaal paarden. Alweer een ezel, Sanne. Daar, een ezeltje. Heb je nooit een paardje voor? Legt aankijken met zijn ogen en zo van neem maar mee. Ja, maar ze moeten. Nee, ja, dat kan niet zo goedkoop. Deze is zielig. Ja, dit zijn de goede maatjes. Ja, maar ze zijn niet slecht genoeg. Oh. Ze is geen tinker. Lijkt echt op een koen. Nee. Wat? Deze. Voel hem eens. Voel hem zelf. Onder zijn dingetje. Oké, dank. Ja, die is ook wel goed. Ik vind hem mooi. Het is echt zo spirit. Sanne. Hij is zo schattig, het is een mini fjord of zo. Oh. Ze denken allemaal, neem mij mee, maar ik kan niet alles meenemen. Kijk naar alle andere. Kijk deze. Oh, niet bang zijn. Nee. Oh. Een baby. Die hoefjes zijn zo. Klein. We kunnen toch zo eentje ook meenemen op schoot. Zo, die is van het begin. Dat is toch lief. Met de vlekjes. Hij moet wel in laten ruiken. Ik ga macho noemen. Yeah.
nieuw. Twee hengstjes. Sanne. Hallo. Hoe ben ik je eigen pony heb? Een tijdje. Oh, wacht even. Ik moet even mijn broekzak, is heel gevaarlijk. Macho. Nou. We hebben twee hengstjes gekocht. En Carlijn heeft die geadopteerd. Ik heb deze geadopteerd. Die is van jou. Oh, hij is van mij. En dat is Macho. En ik ga nog een naam verzinnen voor mijn wilde hengst. Naar wie gaan we? Lunie Mees. Ja. Was jij eentje? Dus hier is die andere erin. Ja! Braaf! Juist! Hij is dood. Ik moet hem even slaan. Oh, wacht. Ik doe even open. De wilde hengst. Hoe kan die in een vrachtwagen gaan liggen? Ja, hij is wel stabiel als je ligt. Ze zijn gewisseld. Nee. Is het mijne? Ja. Ze zijn gewisseld. Hij heeft gelegen, hij was moe, hè? Ja. Ging hij liggen? Dit is allebei bruin. Ja. Hij is moe. Kom maar, niet bang. Hij is heel bang.
kom. Er staan nieuwe hondjes op stal. Hoe zoom je in? Is dit een vlog? Weet ik niet. Ik heb gewoon een camera. Moet jij filmen? Nee. Hij gaat hem zo trappen, denk ik. Sanne's pony is agressief. Is het Sanne's pony? Ja. Kan hij wel even van gelijke hoogte zijn? Dat kan echt niet. Is hij bang of zo? Ja, die is bang. Niet trappen, hè, pony. Ik loop even voor de vlog langs. Oh. Ben jij ook eng? Kijk, ik ben weer niet eng. Jij bent gewoon eng. Oh. Een beetje vieze oren. Ash. Kom maar, lieve. Kom maar, sorry. De kleine baby's hebben dorst. Volgens mij hebben ze echt de hele dag geen water gehad. Nee, dat is niet om te eten. In ieder geval lang niet. Nee. Ja, inderdaad. Kom maar naar beneden. Hij heeft jeuk. Nou, we zijn op stal en we gaan nu eventjes water vullen en ze hooi geven. En dan kunnen ze lekker gaan slapen, want ze zijn heel moe volgens mij. Want ze sliepen ook in de vrachtwagen. En ja, we gaan even lekker stalletje voor ze maken. Nou, ze hebben lekker hooi. En daar hooi. En ik denk dat ik even bij blijf zitten. Dan kunnen ze meteen wennen, hè? Hi, poepies. Gaan lekker te eten en wij zitten in de stal. Waar? Oh, zijn stal. Mag ik er iets vragen zodat ik het filmen? Hallo. Hi. Nou jongens, ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Ja. En ja, het is een keer wat anders en we willen meer paardenmarkten bezoeken, maar het is een beetje lastig met school en zo. En ja, want elke keer onder schooltijd. Ja, en best wel ver weg ook allemaal. Ja. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Doe een blauw duimpje omhoog. Duimpje hoog. En vergeet niet onder in de reacties te zetten wat je leuk vindt. Ja. En wat je leuk vindt om te zien. Ja. Doei. Doei.